Goedemiddag allemaal en welkom bij deze nieuwe Let's Play van Final Fantasy 9. Ik ben er weer, ZeldaPlayer20. En je gaat automatisch naar, ik ga zien wat ik niet wil. Welkom iedereen bij deze, aparte Let's Play. Want dit is een hele nieuwe tak die ik eigenlijk nog nooit gedaan heb. En in deze aflevering gaan we dus heel veel uitleg gaan krijgen. Dus hoe dat mechanismen een beetje werken. Dus ik hoop dat ik dan een beetje informatief kan vertellen natuurlijk aan jullie. Er wordt heel veel gevoiced en elke karakter wordt genoemd naar een van de crewmembers waar ik veel mee opneem. Waaronder de GTA Heist. Ik doe vaak mee met Mario Kart 8. Dus de Towler zal ook vernoemd worden. Dus laten we er gewoon maar in gaan duiken, want dan blijven we hier ouwe kletsen. Dus cutscene, denk ik, dat we daarmee beginnen. Art Director Hideo Minaba. Ik hoop dat ik zijn naam goed zeg. En we beginnen gelijk op een storm. Op een stormachtige dag. Midden in de oceaan zat een zeilbootje vast. Met twee mensen. Denk ik. Eventjes over de graphics. Er werd heel veel... Ja, trouwens vertel ik daar al. We gaan verder over de storm. Het is een boot, geen vliegtuig. Kan iemand hun helpen misschien? Oh, hi! Battle design. Battle program. Nachtmerrie. Ik had een nachtmerrie. En de zon schijnt. Oh, ik hou van deze muziek, jongens. En dan komen we van een bootje in de storm in een vliegend theaterschip. Alles is mogelijk in Final Fantasy, dat kan ik jullie allemaal vertellen. Pam, pam, pam. Is wel mooi. Zo'n schip wil ik ook voor mijn verjaardag. Ik bedoel, vliegtuigen zijn mainstream, gewoon een heel theaterschip. En daar komt onze main karakter, in dit geval Zepi. Eigenlijk heet hij Zidane. Dat zeg ik gelijk vanaf het begin. Zijn oorspronkelijke naam is Zidane. Maar in dit spel noemen we iedereen naar een karakter. En de main character, it's yours truly, jullie enige en echte Zepi. Ik zat te denken aan Zelda Player of ZP20. Maar Zepi is veel leuker. Sure is dark. Ja, dat kunnen we wel zeker zeggen. Guess nobody's here yet. Nope. Het is hartstikke donker. En komen we dus bij het licht. Nou komen we dus zeg maar, dit zijn de main graphics van de gameplay die we dus zeg maar gaan krijgen. Niet zo donker natuurlijk, maar dat komt later wel. En ik ga eerst eventjes langs de options. Want, configuration. Oké, de sound is goed, controller die staat goed, cursor is goed. Active time battle laat ik heel eventjes op wachten, maar dat leg ik dadelijk uit. Battle is allemaal goed, movement, automatisch rennen. Battle speed, field message die mag wel een stuk sneller. Battle speed, ja, dat laten we gewoon zo staan. Hero icon is altijd handig. En ik hou van een blauwe kleur. Die mag automatisch. Ik heb geen pro-controller om mij ook speel op de PlayStation. Ik heb geen DualShock, sadly. Maar dat maakt niet zo blij. Goed, dus daar staat het allemaal goed. Daar ben ik tevreden over. Nou, dit is dus zeg maar... Vraagteken. Hoe dit allemaal werkt, ga ik later over. We gaan eerst zeg maar hier een beetje rondlopen. Want je moet naar het midden van de kamer om eigenlijk die kaart daar aan te... Dat zegt het spel nu ook. Maar je hebt hier dus zeg maar een paar dingetjes die je gratis even niks kan pakken. Zoals geld. En een potion. Jill is zeg maar het geld in dit spel wat we dus nodig gaan hebben. Dus ik neem altijd even een rondje en dan kunnen we dus altijd even pakken. En nou kunnen we dus zeg maar de candle gaan... En dan krijgen we dus licht. Wauw! Who's there? Nou mag ik dus Zepi neer gaan zetten. Niet al caps. Zepi! Hero of Time! Terug van Hyrule! Ik ben hier in een nieuw avontuur. Met vrienden, dit keer. It's me, Zepi! En hier hebben we Blank, Marcus en Doofus. Hey Zepi, you sure are late. Ja, sorry, where's the boss? Ain't here yet. Oh, echt niet? Brul! En nou krijgen we onze tutorial fight. Nou, dit is dus zeg maar...
de battle-muziek. Dit is zeg maar dat ik heel eventjes kan uitleggen hoe dat battle-systeem gaat werken. Want dit gaan we dus heel veel krijgen door het spel heen. Hè. We hebben vier karakters waar we mee beginnen. Eentje die blijft dus. Je kunt stealen. Daarmee jat je een item van de tegenstander. Dus in dit geval hebben we een potion. Je wil zoveel mogelijk eigenlijk stealen van de tegenstander. Omdat een baas heeft eigenlijk altijd hele goede aanval. En een gewone attack, die doet dus zeg maar een gewone aanval. Nou, de nummers die dus zeg maar op verschijnen liet zien hoeveel schade dat we dus zeg maar deden. Dus dit is 38 schade. Nou, noem hem weer stealen. Dan heb je dus zeg maar dat blokje zo. Het is het eerste gevecht, mag het even een beetje rustiger. Dan zien we dus zeg maar een blokje met de naam. HP is hoeveel leven dat je hebt. MP is hoeveel magische krachten dat je hebt. En het groene balkje dat vult is wanneer dat je aan de beurt bent. Is het balkje groen, dan kun je dus aanvallen. Heel erg makkelijk. Voor meer vragen en opmerkingen kun je terecht op in de reacties van... Ja, ik snap dit niet helemaal. Dus zo werkt het eigenlijk een beetje. Nou, zoals je dus ziet, elke keer als je zo'n venstertje krijgt, dan stopt zeg maar het metertje vol lopen. Tenminste, dat dacht ik. Ja, kijk, als ik nou dus zeg maar kies, dan staat het balkje eventjes stil. Maar dan ga ik dadelijk fixen totdat het in één keer doorloopt, want dan gaat het een stuk sneller. Nou, dit is gewoon eigenlijk de tutorial boss, dus hier hoeven we niet echt lang te doen, want het is namelijk onze goede vriend, de baas, waar ze het over hadden. Oi, my head. Go easy, you guys. Een beetje piratenstemachtig, hè? Moet wel. Hey, fools. You're looking a lot better. Alright, let's start this meeting already. Oké. Tijd voor een meeting. Blijkbaar al gelijk. Hartstikke gezellig. Superleuk. Ik ga er ook echt zo bij zitten van boeit me eigenlijk niet. Alright, Skullfish, here's the plan. Tantalus, the invasion band of daring thieves, that's us, is heading for the kingdom of Alexandria. Our mission, to kidnap the heir to the throne, Princess Garnet. Yeah, I'll take it from here, so listen up. Our ship about to dock at Alexandria, and when it does, we're gonna put on our costumes. And perform I Want to Be Your Canary, the most popular play in Alexandria. Break a leg, Marcus, cause you're playing the lead. It's an action, of course, to me. The real kidnappers will be blank and zapy. I'll distract the audience from backstage with these little buggers. I can't stand uglips. But I'll manage, so don't worry about me. And that will be your cue, zapy. Ja, dat is wanneer dat ik die prinses moet jatten, toch? Are you darn Skippy? You're going to kidnap the most babylicious beauty in all of Alexandria, Princess Garnet. Oh, hartstikke leuk. Fijn. Weten we dat ook weer. Dus we beginnen gelijk al met een, tot we dus een prinses moeten kidnappen. Is een keertje leuk! In plaats van tot een prinses gekidnapt is en tot wij haar moeten redden, zijn wij nou de eerste die eigenlijk dus zeg maar de prinses moeten gaan kidnappen. Dus, maar goed, dat is dus zeg maar... De eerste kant van die verhaal. En nu krijgen we de kant van dit verhaal. En dat wordt dadelijk samengevoegd in één verhaal. De storyline genaamd Final Fantasy. Dus ik probeer het... Ja, in het begin denk ik bij je eigenlijk... Wat gebeurt er allemaal? Maar ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen. Speciaal voor jullie. Dus ik zit op dat schip samen met die... Darn Skippy! En ja, die andere maloten. En ja... Welkom in Final Fantasy 9 iedereen. Ik hoop dat dit een geweldige playthrough gaat worden, zowel voor jullie als voor mij. Ik heb er heel veel zin in, heel veel voice acting, heel veel avonturen vertellen en een heel mooi verhaal met heel erg veel mooie muziek. Nou, jullie weten, normaal gesproken doe ik niet echt PlayStation games, maar ik heb Medieval heb ik ook gedaan. Crash Bandicoot wil ik ook eigenlijk een keertje doen. Dus ja, PlayStation zal ook wel een keer voorkomen. En voordat jullie gaan vragen, nee, ik heb geen PlayStation 3 of 4, wel een PlayStation 2, maar geen 3 of 4 dus. En ik heb ook geen Xbox, dus dan weten jullie dat. Maar mooi, goed, nou. Dus, zwart scherm, wauw, geweldig, yay, wow, oké. Welkom in de stad van Alexandria. Welkom in Alexandria. Ik heb het al gezegd. Are you alright? Nou, ik weet niet, ik ben mijn handdoeken kwijt. Here, you dropped your ticket. Bye bye. Ja, doei. Dit, dames en heren, jongens en meisjes, is ook een van de karakters die we dus zeg maar heel veel tegen gaan komen. En die dus ook een hele leuke naam krijgt. In het spel heet dit karakter Vivi.
En is namelijk de Black Mage. Want het is een Black Mage die is heel erg goed met magische aanvallen. En kent dus heel erg veel spreukjes. Maar daar komen we later weer achter. Goed, nou, sowieso kunnen we hier altijd alles weer eventjes onderzoeken. Er liggen hier heel veel secrets to everybody. Zoals jullie ziet, ik pik nou heel veel kaarten op. Er zit in dit spel zit dus zeg maar een kaartspel. Dat is het enigste wat ik echt niet ga coveren in dit spel. Omdat één, het is pointless. Het is een leuke cover op. Maar je hebt er eigenlijk heel erg weinig aan. Hero Ruin Statue. This statue was built in the commemoration General Madeline. It fought in the Ninth Lemblem War in 1389. At the tender age of 13, General Madeline fought against the Lemblem Army. With only 9 soldiers under her command. She died in 1401. Well before her time. Oh. Nou, interessant om te weten. Hartstikke pointless eigenlijk, maar dat maakt niet uit. Heeft hier nog iets boeiends? Een zombieka. Dat is allemaal voor de kaartspel waar ik niks aan heb. Oké, weet je wat? We gaan gewoon verder. We gaan gewoon verder. Ik heb hier geen zin in. Ik heb hier helemaal absoluut geen zin in. Nou, ik kan heel eventjes de item dingen laten zien. Nou, zoals je dus zeg maar ziet. Dit is nog steeds vraagteken, vraagteken. Potions, die healen je HP. Als ik ze zo gebruik, 100. In battle, 150. High potions, die doen precies hetzelfde. 300 als je ze zo gebruikt. In battle, 450. Ether is voor magie. Phoenix Down is een soort revive voor de Pokémon spelers. Als je dus zeg maar KO bent, kun je een Phoenix Down gebruiken. Om ervoor te zorgen dat je weer geheeld bent. Deze zorgt voor status effects weg te halen. Wat status effects zijn, komen we later in het spel. Phoenix Finion is hetzelfde als een Phoenix Down. Alleen dan veel beter. En, of ja, nou veel beter. Het doet eigenlijk praktisch precies hetzelfde. Maar je kunt er nog heel veel verkopen. En later in het spel wil je die aan iemand geven. Dus die wil je zeker bewaren. En heb je er meer dan één, verkopen die aan. Een tent die zorgt ervoor dat al je HP en MP van je hele team gefixt is. Dus altijd handig om erbij te hebben. En een wrist, nou ja, dat is een equip item. En daar gaan we nu naartoe. Als je dus gaat kijken, dan zie je dus zeg maar dat je dus een wapen kan selecteren. Een hoofddinges kan selecteren. Een armbandje kan selecteren. Een chestplate en een speciale add-on. Dan heb je hier ook nog eens een keertje staan. Speed, Strength, Magic, Spirit, Attack, Defense, Evade, Magic, Defense en Magic, Evade. Wat het doet, spreekt eigenlijk vanzelf. Speed is hoe snel dat je kan aanvallen, dus hoe snel dat het groene balletje vult. Strength zorgt ervoor om te laten zien hoeveel dat jouw melee aanval doet. Dus gewoon je attack, dus geen magie. Magic zorgt ervoor om te laten zien hoeveel dat je magie aanvallen doet. Spirit zorgt ervoor hoeveel MP, HP, geloof ik. Tenminste, dat dacht ik. Dat weet ik niet zeker. Dus, nou, attack samen in strength is dus zeg maar wat ervoor zorgt wat je dus... Nou, defense is als je een klap krijgt, hoeveel dat je dus zeg maar ja, je eigen verdedigt. Evade is hoeveel dat je kans hebt om te ontwijken. Magic Defense is dus je magische defense. En Magic Evasion is hoe groot de kans is dat je een magische aanval kan ontwijken. Nou, zoals je kan zien, deze kan fire. Dus die kan al vuuraanvallen gebruiken. Deze die zorgt ook dat hij fire kan leren. Niet echt iets wat we nodig hebben. We zouden deze kunnen equippen, maar de ability die hij geeft kan hij niet leren. Dus op dit moment is dat nog niet nodig. Net zoals dan deze. Die laten we mooi hier heel eventjes zitten. Dus alles wat we nou hebben, dat is eigenlijk al goed. En dat balletje wat eronder naast Fire staat, die van 0 voor 25, dat zijn ability points die we moeten vinden. Op het moment dat we dus zeg maar deze helemaal 100% geleerd hebben, hebben we dit item niet meer nodig. Om dus zeg maar de vaardigheid die dat item geeft te kunnen gebruiken. Ik weet het, heel erg veel informatie, sorry daarvoor, sorry dat ik eventjes doorrambelde. Maar dat wou ik zeker eventjes laten zien en ik word omvergereden door Ow. Dus Why you get out of my way? Nou, sorry hoor. Sheesh. Ik wist niet dat je zo reinig was. Oké, okay, nou, wat hebben we hier? Wat is dit? Potion! Ik hou van gratis dingen. Is dat een ondersteboven Triforce daar? Is dat gejat van Lowrul? Die vlag die je daar ziet? Lijkt wel op. Ach ja, lijkt belangrijk. Honorable members of Trino Calix, Castle Alexandria is this way. Dwaap! Leuk. Dus we hebben mensen, we hebben hippo's, we hebben vogelbekdier, we hebben Perry, blijkbaar. Oké, okay, we hebben hier nog meer. Eens even kijken. Hallo, je hebt een mooie jurk. I gotta get back to work. Nou, dan zou ik je niet lastig vallen. Niet te veel zuipen jij. Wat ben jij? Mil Red Mage. I don't know why I'm depressed. I have a ticket to see the great show. I should be happy. Nou, wees dan vrolijk, man. Zagrijnige vent. Waar ben ik? I'll sure be busy tonight. But I also, it'll also be the last time we will be so busy. Nou, wees nou eens een beetje wat positiever. Waarom zit er een soort negatief hier? Oh, we hebben weer een kaartje waar we niks mee kunnen doen. Ja, we kunnen er wel wat mee doen. Maar zoals ik al zei, dat spel ga ik niet doen. We hebben hier nog liggen. Oeh, geld. This is money on the floor. Ik wil geld. Geef me zoveel geld. Ik wil alle monies. Hebben we nog meer monies? Nee, oké. Okay, nou. Dus dit is dus zeg maar de in die volgeboekt is. In verband met dat er dus een groot feest gaande is. Hartstikke leuk. En oeh, ik zag weer een uitroepteken.
nog een kaart. Die wil ik niet. Hi, Hippo. Hi, hi. Wow, nobles are so spiffy. Ja, dat kun je wel zeggen. Denk ik. Ik weet niet. Boeit me niet. Goed, we gaan verder. Hallo, wie ben jij? Wow, how did you get the ticket for the show? You better head straight to the ticket booth in the square. You have to get your ticket stamped there before you can enter the castle. Oké, geen probleem. Doen we dadelijk. Doel, eerst even onderzoeken. Dat is altijd heel erg leuk. Dit is de shop. Je kunt altijd leuke dingen bij doen. Good afternoon. Hoi. Nou, in de shop kunnen dus zeg maar verschillende dingen kopen. Je ziet potions, Phoenix Down, antidote zorgt voor poison weg te halen. Eye drops voor darkness. Wat dat doet vertel ik later op het moment dat we ze encounteren. En aan de zijkant kun je dus precies zien hoeveel we hebben. We hebben 10 potions, 2 Phoenix Downs en voor de rest hebben we echt helemaal niks. Maar op dit moment hebben we ook nog niks nodig, dus lekker negeren. Kan ik hier ergens nog iets vinden? We hebben de basics nou een beetje gehad. We hebben de battle. We hebben één battle gehad. Die dus zeg maar eruit zag. Nou, dit is de ticketboot waar we dus naartoe moeten kunnen. Maar er zijn er nog een paar dingen. De plaats om Sam Alexandria. Let's spend it. Don't you think? Nee. Even kijken. Zag ik hier weer een... Ja, uitroepteken. Oh, dat is alleen maar van wat dit is. Wat is dit? Een inn, denk ik. Oh nee, dit is een wapenwinkel, denk ik. I keep telling my son we'll go out of business, but he never comes home. Dit is een wapenwinkel en dan kunnen we nou nog niks kopen. Wie choices heb jij? Wie heeft helemaal money? Nee, ik heb geld. Nee. Nou, sorry hoor. Het is niet mijn probleem dat je geld wil hebben. Married for 30 years, worked our rear ends off, and finally we can afford a ticket to the show. I'm so happy. Oh, je bent eigenlijk een vrouw. Sorry, er staat hier wife. Scientist wife, en ik geef jou een mannenstem. Mijn excuses, kan gebeuren. I'm taking my wife. Ja, jij had eigenlijk die stem moeten hebben. Maakt niet uit. Doei! Voordat ik nog meer mensen hier ga beledigen die ik eigenlijk niet wil beledigen. Maar nogmaals mijn excuus daarvoor. Nou zit hier dus zeg maar een leuk spelletje wat je dus zeg maar kan doen. En dat is touwtjes springen. Ik ben er heel slecht in, dus dit gaat leuk worden. You wanna try? Oké, je moet dus op kruisje drukken voordat zeg maar het touw bij je is. En hoe langer dat je dit volhoudt, des te meer rewards dat je krijgt. In het begin zal het alleen maar een kaart zijn of een potion, dacht ik. Weet ik niet zeker, ik zal even kijken. Je gaat sneller op 20, oké. Ik weet niet wat we hebben gekregen. Het ging te snel. Oh, ik heb al gefaald. Oké, ik ga het nog een keer proberen, dus ik ben zo terug. Ah, almost. Ja, het is goed met jullie. Zoek het lekker even uit. Can't blame me dat ik... Nee. Laten we maar naar die ticketbooth toe gaan, want echt serieus. Oké, peek into the ticketbooth. Hallo. Jij bent van The Lion King. Ik ben je grootste fan. Can I help, son? Ja, want we weten dat het dus zeg maar die show is. En we hoeven niks te weten over alleen de showticket. Gewoon doen, anders duurt het wel heel erg lang. What is this? There's something odd about this ticket. Why, it's another thing. I have seen so many today. Nee. Oh no, don't cry. I know how you must feel. Hij is niet aan het huilen, hij zegt gewoon nee. Here, I'll give you these. To try it there up. Okay. Zij geeft ook weer voor die kaart. Echt, in het begin geven ze zo erg veel over die kaarten. En het is een minigame. En die minigame is saai en vervelend. En je hebt er niet echt veel achievements van. Of iets wat echt zegt van, jee, wat leuk. Want, zoals jullie al een beetje door hebben gehad, Final Fantasy is een gigantisch groot spel. En ik ga dus niet voor een 100% run. Want een 100% run, dan zitten we hier over 3 jaar nog. Dus ik ga het spel zo spelen zoals dat ik het eigenlijk altijd heb gespeeld. Ik weet heel veel secrets. Ik weet heel veel extra's. Ik hoop dat ik alles kan leren bij de karakters. Maar ik weet ook 3 secret bazen uit mijn hoofd. Maar dat komt allemaal later wel. Dus op het moment laten we gewoon bij de basics blijven. Zoals dat we dat nou dus zeg maar aan het doen zijn. Voor meer vragen daarover kun je altijd een reactie plaatsen in de comment sectie. En dan zal ik er zeker naar kijken. Oh, hij is aan het hameren. Hey, hamer. Wil jij alsjeblieft stoppen met struikelen? Hey, you made me miss, you little kluts. Tuurlijk, geef mij maar weer de schuld. Phew, that should do it. Oké. Well, it's been a long day. Dat was interessante informatie, nou heel erg bedankt. Och, daar is hier dat rattengasje weer. Hey you, shrimp. You're the one with the phone ticket, ain't ya? Hoe weet jij dat? Nou ja, het is a fake. I'll let you see the show if you become my slave. Eens eventjes, dude. Oh, eens even. Nou ja, dan kunnen we wel de show zien. Nou, vooruit dan. Awesome. Now, for your first assignment. You go, stand over there and see if anyone's coming. Okay.
Volgens mij wel, want ik zie niks in first person, maar ja, het is, ja. Awesome. I engage according to mission parameters. So, volgens mij heeft er eentje te veel Metal Gear gespeeld. Oh, hij had gewoon die ladder. Oh, kijk nou toch eens. Hi, wie ben ik? Hij. Hi. Wat? Je hebt mijn geld gejat! Wat een stinkaap! So not fair. Ja, ja, ja. Oh, dan moeten we hierin. Oh ja, 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 ja. Now we're going to climb up this tower. Okay, nou vooruit dan. It's very dangerous. It's dangerous to go alone. Okay, nou laten wij als eerste gaan. Hallo. Wow. What the heck was that? Oh, eerst lach je me uit. Sorry about that, Koopo. Oh, that's a Koopo. It's a Moogle. Koopo. And this is my slave, number one. Try to get along, okay? Koopo, meet you. I'm sorry, I enter you in Moogle Diary. If you want to save a game... Ja, deze Moogles, die willen dus zeg maar, die zijn ervoor om je spel op te slaan. Mocht je namelijk een keer een game over krijgen, ga je automatisch terug naar je laatste save. Dus zorg ervoor dat je goed saved als je dit spel speelt. Dus, ja, heel erg belangrijk. Ja, ja, het noemen ze niet de hele tijd slave, man. Ja. Come on, tell me, what to get up? You're leaving, Koopo? Yeah, and this time I might be away for a long time. I'll miss you, Koopo. Now don't you worry, I'll write. Okay, Koopo. Well, I'm off. Take care. Oh, and say hi to Marsh in the castle for me. Woof. Was that a friend for you? Was that a friend of yours? Yes, Koopo. He's a very special friend. Hey. Hey, slave! I told you I ordered you to get up here, so do it as fast as possible. Nee, want wij gaan eerst time to record. Ja, altijd gelijk doen. Oké, nou Mognet is een beetje een brief gebeuren en daar kun je wat mee losbreken. Dus ik probeer het wel te doen. Hij gaat het uitleggen. Dan kun je brieven naar een andere Moogle sturen en zoiets. Ja, wij gaan je helpen. Hij wil een brief naar Monty. Oké, waarschijnlijk die hi. Nou, tent kunnen we dus hier zeg maar alleen maar bij Moogles gebruiken. En 7, dat gaan we dus altijd doen. Nou... Zoals bij elke game waar we dus zeg maar een save-file hebben, zorg ik er altijd voor dat ik een backup heb. We gaan gewoon naar slot 1. Ik weet dat ik daar dus zeg maar al een beetje zeg maar twee files op heb staan en tot er staat disk 4. Maar die negeren we gewoon. En we maken gewoon dus zeg maar de actuele save-file en de backup save-file. Oh, maar nou gooi je wel die spellen weg. Maak je geen zorgen, die spellen waren toch al heel erg oud. Dus dat maakt niet uit. Goed, nou, we zitten dus zeg maar nou hier op Alexandra op de steeple, oftewel daar in de kerk. Hartstikke leuk. En daarbij denk ik dat ik het voor de eerste aflevering kan laten. Dus, heb je vragen nog over deze aflevering? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, heb je al een leukste momentje. Zou eventueel kunnen, laat het ook weten. Als je daar natuurlijk tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar de tijd voor hebt, laat het... Sowieso jongens, enorm bedankt voor de support. Ik hoop jullie morgen te zien. Ik hoop dat jullie dit een enorme leuke let's play gaan vinden. Tot nu toe is er nog weinig actie geweest. Maar ja, we zitten in het begin van het spel. Dus, en het is een RPG, net zoals Pokémon, net zoals Paper Mario, of weet ik het allemaal nog meer. Vergeet niet, het is een RPG, dus dat kan wat langer duren. Ik dank jullie voor het kijken, ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Dus, tot dan! Doei! Alone for a while, I've been searching through the dark for traces of the love you left.